Op dit moment hebben we eigenlijk helemaal niks om medewerkers te beschermen tegen infectie of tegen de complicaties van de infectie. Nou zijn er aanwijzingen dat een heel erg oud vaccin, dat we eigenlijk niet meer gebruiken, ons eigen immuunsysteem een soort oppepper geeft, waardoor je extra beschermd zou kunnen zijn tegen andere infecties, onder andere virusinfecties. Dat is het BCG-vaccin. Dat is gemaakt om mensen te beschermen tegen tuberculose. Omdat we nog maar zo weinig tuberculose in Nederland hebben, gebruiken we het eigenlijk nooit meer. En dat gaan we nu onderzoeken bij gezondheidsmedewerkers. Dat doen we samen met onderzoekers uit het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. En we willen gaan kijken of het toedienen van dat vaccin, zo snel mogelijk nu, de mensen tijdens de uitbraak die gaat komen beschermt tegen ziekte en tegen ziekteverzuim. De hypothese die we testen is dat het vaccin de kans op ernstige ziekte en misschien ook wel op infectie bij deze mensen die het vaccin krijgen, kleiner maakt dan bij de mensen die het placebo krijgen.